Suriname heeft sinds vorig jaar geen benoemde archiefraad. Een nationale archiefraad is nodig om zich uit te spreken over de overheidsarchieven. De nationale archivaris Rita Chinfu, die ook de directeur is van het Nationaal Archief Suriname, NAS, zegt dat er samen met de leiding van het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt gewerkt om dit jaar nog de nieuwe raad te installeren. Aan Chinfu de taak om nu nieuwe leden voor te dragen die een achtergrond hebben in de juridicties, onderwijs, historie en overheidsarchieven. De status op dit moment is dat de verschillende ministeries de conceptselectielijsten nog moeten voorbereiden. We kunnen niet alles overbrengen. Er is een selectiedoelstelling en criteria en op dit moment zijn de ministeries bezig om hun conceptselectielijsten op te stellen. We hebben dus de afgelopen, ik denk, 2 jaren weinig gedaan voor wat betreft conceptselectielijsten. Dan hadden we eerst COVID 2020, 2021. Dus daar is er weinig gedaan met de conceptselectielijsten. We hebben eind vorig jaar, begin dit jaar, zijn we actief weer bezig om de hoofden DIF en tegelijkertijd de projectleiders ook opnieuw te begeleiden om hun conceptselectielijsten af te ronden, zodat de Nationale Archiefraad, wanneer ze dit jaar benoemd worden, zich kunnen buigen over de concepten, want dat moet gefinaliseerd worden. De Nationale Archivaris geeft aan dat de conceptselectielijsten belangrijk zijn, omdat de ministeries zo aangeven welke archieven voor de eeuwigheid bewaard moeten worden en welke vernietigd kunnen worden. Enkele ministeries dienen alleen een lijst in met archieven die op kort termijn vernietigd kunnen worden. Dat is volgens Chinfu niet voldoende. Dus het moet 1 integraal deel vormen, een selectielijst waaruit blijkt wat wordt bewaard en wat wordt vernietigd. Zodat ook de raad zich een beeld kan vormen over deze archieven en een uitspraak kan doen. Dus er is wel stagnatie, maar tegelijkertijd zijn niet alle ministeries al zover om hun conceptselectielijsten in te dienen. Enkele ministeries hebben wel gevraagd om een uitspraak te doen over zo'n vernietigingslijst, waaronder ook een districtscommissariaat, maar ik kan dat niet alleen doen. Het is een te grote verantwoordelijkheid en de nationale archivaris kan niet alleen uitspreken over wat wel bewaard en wat voor vernietiging in aanmerking komt. Daarover moet de raad zich buigen. Chinfu benadrukt dat het Nationaal Archief zich bezighoudt met tal van zaken. Daarbij is een belangrijke taak ook de verschillende ministeries helpen hun archieven in orde te maken.